Welkom en super goed dat jullie weer kijken. Vandaag een nieuw metaaldetectieavontuur. Ben is er weer bij. Goedemorgen. En we hebben een nieuwe toestemming. Wel hebben we gehoord dat er al eerder is gezocht, maar dat zien wij niet als een probleem. Dat zien wij alleen maar als een uitdaging. We gaan eens kijken of wij er nog wat moois uit kunnen halen. We gaan nu naar het veld toe lopen en dan zien we jullie snel bij de eerste vondst. Kijk trouwens eens eventjes hoe lekker kort het gemaaid is. Dus we hebben maximale diepte. Dat gaat lekker zwaaien hier. Super. Het is nog strakker dan ik nadat ik naar de kapper ben geweest. Nou hè? Lekker kort overal. Kijk eens, lekker kort. Daar houden we van. Dat is mooi. Nou mensen. Jouw eerste vondst hè? Hoe lang zijn we bezig? 5 minuten? Ja. En ik heb een leeuwcentje. Kijk hoor. Die is nog wel mooi. Ja. Inderdaad. Een leeuwcent. Kijk, dat is nou wat we net in het intro zeiden hè Dirk? Uh-huh. Hij laat ons niet weer houden van dat de eigenaren zeggen van joh, hier is al zoveel gezocht. Kijk eens, zo zie je mooi als het zonlicht erop staat. Kun jij hem nog eens omdraaien? Ja. Andere zijde even doen. 1 cent, ja. Super gaaf. En ik heb een koper plaatje. Ik kwam op een lage VDI binnen. Oh ja. Op 7. En ik meen dat ik lees hier al dat er Leiden in staat. En in de hoekpunten zie je inderdaad een soort bevestigingspuntje staan. Dat heb het met spijkertjes vastgezeten, denk ik. Een koper plaatje met tekst Leiden in ieder geval. Dus mensen, laat je niet weerhouden als de eigenaren van het land zeggen van joh, ze zijn er al zo vaak geweest zoeken. Want je ziet het. Wij zijn er 2 tellen en we halen al gelijk twee leuke vondsten eruit. Dus, en dit is een hele mooie leeuwcent. Ja, toppie. Volgens mij is die uit 1939. Ja. 1939. En dit staat er nog mooi op zeg. Oh. Zo. Super ja, hoor. Nou toch, lekker man. De volgende. Ja. Nou, ik ga even naar de auto mijn vondstentas halen, want dit is toch niks. Die ben ik vergeten nog. Ja, dan ga ik ondertussen het zilver opgraven. Is goed. Ik loop ook met de ijzertonen aan. Zo kan ik toch nog een beetje het verschil horen van, hey, zit er toch nog een lekkere toon tussen, ja of nee? En dit was echt een beetje een grensgevalletje. Ga ik deze graven of niet? En ik denk, ja, ik hoor hem toch een beetje ertussenuit komen. En het stelt dan misschien wel niet veel voor, maar het is een duit. We zien dat het een Gelria duit is. Ja, het is toch wel te zien. Nou, normaal gesproken komen de duiten niet zo mooi de grond uit. Maar Ben komt nou met eentje aanzetten. Niet natuurlijk het allermooiste, maar hey, de stad Utrecht, die vind je niet zo... Ja, mooi man. Vind je niet het zo wapenschild, vaak. Duidelijk ja. Nog. En hier zo, ik kon het lezen, want hij was een beetje aan het opdrogen. Ja. Maar nu zie je het weer niet, het is 1768. Ja. Ik zag hier een 7 staan, 8. Maar je ziet inderdaad stad Utrecht, ja. De C en de H. Ja, netjes mooi, man. Ja. Lekker hoor. Ze dus ligt er gewoon. Ze hebben nog wat overgeslagen hier. We wisten het gewoon. Ja. Hey. Ja. Dus precies wat we zeiden, geef nooit op. En ga gewoon lekker beginnen. Stuur in ons zoeken wij. Juist. Ja. Nou, wel weer een leuke vondst. Een musketkogel. Er zit nog meer aan te komen. We hebben nog een heel stuk te gaan. Dus kijk maar tot zover. Dus nog genoeg te zoeken. Laat maar draaien. Ja? Laat maar draaien. Een oud kledinghaakje. Een kledinghaakje. Oh. Een keer. En zijn armen zijn eraf. Oh ja. Even kijken hoor. Zo. Ja man. Kijk, en ik had hem met een kettogel. Ja. En dus nog iets. Jij een kledinghaak. Ik had ook nog een zegelloodje voor die kleding. Maar. Even kijken. Er staan er wel wat op. Een zegelloot. Wat staat erop? Ik weet het niet. Ik moet het testen. Er staat in ieder geval hier nog wel wat. Schoonmaken. Oh ja. Dit is best leuk, want we hebben weer een munt. Hier heb ik de afdruk in mijn handen. Dus de munt ligt nog in het gat en ik weet nog niet welke het is.
Maar we gaan even kijken. Ja, daar is die. Even kijken, wat is het? Het is een cent van Juliana, denk ik. €19,60. Nou ja, toch grappig. Ja, leuk. Wat heb je, Ben? Een mooi zegellootje van mijn geboortestad. Ja, geboortestad. Waar ik geboren ben en getogen. De mooiste stad van Nederland. Zo. De laatste sleutels. Wat staat er aan de andere kant? Er staan wat letters. Hij neemt het OV. Zie je het? Stad. Openbaar vervoer. OV. OV. En dan stad, ja. Over. Maar de andere kant is inderdaad de Leidse sleutels, toch? Ja. Dat is toch een sleutel? Ja, dat is een gekruiste sleutel. Oh ja. Deze staat daarheen en hier is de andere. Die staat zo en die zie je dan. Niet heel oud, maar toch weer een 5 cent van koningin Wilhelmina, 1948. Wat heb ik nou voor een apart loodje gevonden, joh? Is het 1088? Of toch andersom? 8801? Of zijn het letters? Nee. Het zijn geen letters. Apart, joh. Ik ken hem niet. Een knijploodje, denk ik. Ja. Bijzonder. Ja, dat is een zinken, ja. Ik leg hem eens zo op mijn handschoen. Ja, dat is een oorlogsgeld. Draai hem eens een slag. Zo? Ja. Ja. Zinken oorlogsmunt. Toch leuk? Ja, grappig. Ik denk dat ik een raamgewicht heb gevonden. Het is van lood. Flink aan het gewicht. En zoals jullie zien, hier zit een gat. Dus ja, mijn vermoeden is dat dit een oud raamgewicht is. Maar als het wat anders is, let me know. Zo maat, alsjeblieft. Ik heb die fles even gevuld, ja, bij super, de boer. Man. Dankjewel. Dan kunnen we er weer tegenaan, want het verdampt waar je bij staat. Ik had het niet gered met één fles, nee. Wat heb je? Dus, maar ik was aan de weg aan het timmeren. Ah. Of aan het weiland, bedoel ik. Mooie hamerkop. Toen ik ook mijn hamerkop. Ah. Oké, okay. Dus, ja. Ook dat vind je. Ja. Ah, die is jaren 80, denk ik. Wauw. Is geen hele oude vondst. Nee. Maar toch grappig. Ja, die ga ik even bij het hek neerleggen, want die gaat gewoon een beetje te zwaar. Ja, maar toch wel even lekker een volle fles water. Nou, dankjewel man. Had ik niet gered. Nou ja, je begint wel een beetje. Je begint wel aardig bruin te worden ook, zeg. Ja, hey. Lekker hoor. Ja, alleen als ik mijn t-shirt uit heb, heb ik alsnog een t-shirt aan. Kijk maar. Oh ja. 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 Nou Ben, we zijn op tijd gestopt. Ja. Eens kijken nou. Het gaat helemaal los. Maar het was ook wel, hiervoor was het ook een beetje te warm op het veld. Ja, zo. Dat is geen wolkje aan de lucht. Nee. We waren aardig aan het verknetteren in dat veld. Dus ja, we zijn ook toch maar op tijd gestopt. En ja, nou begint het ineens te regenen ook nog, joh. Ja. Wie had dat gedacht? Maar ja, is goed voor de natuur. Ja, ik kan het gras weer lekker verder groeien. Ja, nou, niet te ver, want anders wordt het te hoog. Maar we hebben toch nog wel wat leuke vondsten gedaan. Ja. En we gaan volgende week gaan weer verder, denk ik maar, hè? Ja, zeker. Er is nog wel kans dat er nog wel wat ligt, hè? Ja. Denk ik. Dus, ja. Nou ja, ik zou zeggen, ja, tot de volgende keer, kijkers. Dan gaan we de rest halen. Ja, yes. Dan gaan we de rest eruit trekken. Mazzel!